Mama, ik heb dit in mijn neus, ik krijg het niet meer uit. Ze had een steen in haar neus gedaan. Waarom? Ja, precies, waarom? Vandaag ben ik hier met Sharon Doorson. Zangeres, wie kent haar niet? En ook moeder van Malia van 4. Ja. Heb je wel eens met Malia op de eerste hulp gezeten? Gelukkig niet, maar ik heb het wel één keer bijna gehad. Dat ik haar uit bed laten rollen op haar oog. Oh. Eén en al bloed, ze was echt nog een baby. Nee. Ja, en toen heb ik wel 's nachts even gebeld in de eerste hulp. Toen zei ze, nou ja, het is niet, hetgene wat je omschrijft is niet zodanig ernstig dat we denken dat je morgenochtend ook langs kan komen. Toen werd het geplakt of gelijmd, want het kon niet gehecht worden omdat ze nog zo klein was. Mm-hmm. Nou, ik voelde me zo lullig, dat wil jullie weten. Ze heeft nog steeds hier een litteken. Ja, dat heeft je moeder gedaan. Ik was in slaap gevallen en je lag naast mij en je rolde zo. Ja, dus dat was mijn ervaring. Op de grond of hoe rolde ze dan? Nou, er lag zo'n, nachtkastje. Oh, zo'n hele gevaarlijke punt. Oh nee. En dan bam! Oh nee, verschrikkelijk. Ja, dat gebeurde er, midden in de nacht. Maar dat soort dingen gebeuren wel. Ja. Ja. Ja, precies. Maar verder nog dingen gebeurd waarvan je dacht, oh. Even denken hoor. Ja, ze is een keertje in de tuin is een keertje gevallen. Toen was ze heel wild aan het doen. Wow, het zat op mijn schoot. Toen viel ze bam, zo achterover op de hoofd. En ze gaat zo en ze begint keihard te gillen. En ze gaat zo naar voren met haar hoofd. En ik zie allemaal bloed. En ik dacht, oh nee. Please, please. Laat het geen gat in de hoofd zijn. Wat moet ik doen? Gelukkig was mijn vader er ook bij. We zijn wel gelijk naar de huisartsenpost gegaan. Mm-hmm. Maar toen was ze eigenlijk al gestopt met bloeden. Dus het was niet... Gelukkig was het geen gat. Nee. Maar al die kleding vol met bloed, ja, het is gewoon super eng. Als zoiets dan gebeurt, hoe reageer jij dan? Nou, ik moet zeggen dat ik in eerste instantie een kleine paniek voel. Maar dan denk ik, nee, handelen. We moeten handelen. Of googlen. Ja, Google is je beste vriend. Ja, toch? Ja. Dan ga ik het gewoon maar opzoeken. Maar ja, het is ook van hoe hou je jezelf en je kind rustig en hoe ga je meteen handelen. Ik denk dat het fijn is als zoiets gebeurt, dat je meteen weet wat je moet doen. En dat weet ik niet precies. Mm-hmm. Ik moet zeggen, dat vind ik wel heel eng hoor. Dat stik gebeuren. Mm-hmm. Oh, ik heb het nog steeds met een druifje of zo. Dat ik dan denk, als ik de naam naar school breng, dan doe ik het nog steeds door de helft. Omdat ik gewoon bang ben dat het... Hallo, het gebeurt ons soms al. Laat staan je kind. I know, maar hoe doe je hem dan door de helft? Gewoon snijden. Ja, nee, dat snap ik. Maar doe je hem... Oh zo, sorry. Hoe snij je dat druifje dan? Nou, als het zo is, dan gewoon wel in de lengte. Zo. Ja. Dus dat het niet perfect rond is. Nee, dus denk ik, als het dan kan je nog snel een soort van... Oh, maar dat is inderdaad wel wat je leert bij een EBO-cursus. Is dat zo? Ja. Je hebt nog nooit een kinder-EBO-cursus Nee, gedaan. Nog nooit. Nou, dat is wel echt mijn takeaway geweest bij ooit een EBO-cursus. Ja, dat is een hele goede tip van Shelly. Snij ronde vormen weg uit voedsel. Denk ook aan een knakhorstje bijvoorbeeld. Veel mensen snijden allemaal van die schijfjes. Heb je nog steeds allemaal ronde vormen. Snij hem een keer over de lengte door. En mandarijnen, dat vind ik ook zoiets eng. Ik vind het nog steeds eng, hè, een mandarijn. Want ze weet nu... Nee, daar komt een mandarijn. Nee, maar als ze dan al op een gegeven moment gaat ze zo lang op zitten kouden... dat ze... Mama, ik voel dat ik ga stikken. Dan denk ik, ja, dat gaan we al. Dan durf ik al niet eens meer dat het überhaupt doorslikt. Dan denk ik, blijf hangen. Dat met spinazie, jongen. Oh ja? Spinazie is ook echt terror. Hij is gek op spinazie. Maar altijd de laatste hap is de soort van... Ja, en dan sta je al klaar en doe jij de Heimlich of zo. Nee, ja, ik kijk dan en ik denk, oh, nu heb ik echt met heel veel... moeite heb ik een hele gezonde maaltijd in hem gekregen. En dan bij die laatste hap komt het toch ook weer allemaal zo. Hey, mama, cadeautje. Ja. Niet handig. Nee. Nee, maar mandarijnen ook. Zeker niet mijn beste vrienden. Nee. Ik heb een quiz voor je. Oh, want leuk. We gaan eens even checken hoe het staat met jouw EHBO-kennis. Oh jee. Oké. Nou, kom maar op. Waar of niet waar? Bij een bloedneus het kind altijd naar achter hangen. Niet waar. Verklaar u nader. Nee, ik weet toevallig dat je juist naar voren moet hangen... en dan zo onder dat bordje vast moet houden. Ja, wat is het? Ik weet het niet. Misschien is het een stollingsgevaar. Ik weet het niet. Ja, nee, niet achterover. Ik weet niet de exacte uitleg. Niet waar. Laat het kind niet naar achteren hangen, maar naar voren hangen in de schrijvershouding. Vroeger zeiden ze vaak, ga naar achteren hangen. Dan loopt alles via de keel weg. Dat willen we niet. Bovendien heb je kans dat iemand gaat braken. En dan heb je hier het neusbordje. Daaronder de overgang met dat weke deel, daar hou je hem 10 minuten dicht, terwijl het kind dus wat naar voren hangt. Oké, nu weten we het. Neus 10 minuten dichtknijpen. Maar wat nou als het daarna nog niet gestopt is?
Even te voelen wat het weken deel. Ja, sorry. Het weken deel. Wat we daarna moeten doen. Ja? Is dat A, je houdt de neus dichtgeknepen en neemt contact op met de huisarts. Mm-hmm. B, je laat het kind nog een keer goed snuiten. Of C, je knijpt de neus nog eens 10 minuten dicht. Ja, ik zou dan als bezorgde moeder nog 10 minuten dicht houden ondertussen de huisarts bellen. Met een combi A en C. Nee, dat was A toch? Zo van 10 minuten dicht houden en dan... A is je houdt de neus dichtgeknepen en neemt contact op met de huisarts. Ja. En C is 10 minuten. Ja, we gaan voor A. A. Ding dong, je gaat door voor de koelkast. Echt? Als er na 10 minuten nog niet gestopt is, hou je de neus alsnog dicht en bel je de huisarts of de spoedpost van de huisartsen. Dus. Nou. Oké. Okay. Dat is toch lekker? Ja, dat is fijn. Laatste vraag. Waar of niet waar? Laat een kind melk drinken bij een vergiftiging. Bij een vergiftiging melk drinken? Nee, ik zou het niet doen. Nee, niet waar. Is het goed of is het fout? We gaan kijken. Oké. Bij vergiftiging ga je bellen. Ga zelf niet iets opzoeken. Nee, we gaan meteen bellen. Bij milde klachten bel je de huisarts of de spoedpost van de huisartsen. Bij ernstige klachten, ademhalingsproblemen, bewustzijnsstoornissen, bel je 112. Zij weten je te vertellen wat je moet doen en sturen ook hulp als dat nodig is. Oké, maar mocht je nou melk drinken? Heb ik niet goed geluisterd? Nee, het is eigenlijk doe niks. Oh, bel. Doe niks? Bel de huisarts of als het heel acuut is, bel 112. Oké, dus ik had het soort van goed. Melk drinken? Geen melk drinken. Oh, oké. Okay. Nee. Oké, dus gelijk bellen. Hé, je hebt het hartstikke goed gedaan. Nou, geweldig. Ik ben trots op mezelf. Ik ben trots op jou. Nou, ik heb wel een verhaal trouwens nog. Van EHBO, sorry. Ze kwam een tijdje geleden kwam ze van school. Ja. En toen een beetje in paniek. Zo zat de jas had ze nog vast. En toen zei ze van, mama, ik heb dit in mijn neus, ik krijg het niet meer uit. En ik denk, nou oké, okay, ben je verkouden of zo, kom maar snuiten. Dat ze, nee mama, het is een steen. Steen. Ze had een steen in haar neus gedaan. Waarom? Ja, precies, waarom? Ja, die en die deed ook en toen heb ik het ook gedaan. Eerst deed ik met die en nu zit hij hier en ik krijg hem niet meer eruit. Nou, ik ben blij dat ik hem eruit heb gekregen. Hoe heb je dat gedaan? Ja, gewoon met mijn nagels. Ik kon het eruit. Zij kregen het er zelf niet uit. Maar alleen maar verder geduwd. Maar ik heb ook wel heel hard gelachen, sorry. Ik dacht, wie stopt er nou weer een steen in zijn neus? Nee, dus dat was ook wel even dat ik dacht, oké, hoe ga ik hiermee om? Kinderen die zijn alles aan het ontdekken, hè? Prop het overal in, ook in de neus. We willen eigenlijk niet dat je zelf in een neusgat of in een oor, hè, dat je zelf het eruit probeert te halen met je vingers of een pincet. Dan zijn we bang dat je het alleen maar dieper erin drukt. Wat je dan zou kunnen doen is andere neusgat dicht houden, tegen het kind zeggen, via je mond inademen en dan uitsnuiten. Als dat allemaal niet lukt of je kan nog niet communiceren met het kind, een jong kindje kan ook nog niet snuiten, ja, dan moet je toch even langs de huisarts. Of in ieder geval even gaan bellen. Was je zelf als kind een pechvogel? Ben je wel eens op de eerste hulp beland? Nou, ik heb dus wel eens... ben ik wel uit een klimrek gevallen. Toen was dus mijn arm uit de kom. Dus ja, toen hebben we het weer goed gezet. En toen... Hoe heet het? Ik weet... Is het een Mitella? Nutella? Fruitella? Wat is het? Nutella, nee. Hoe heet het nou? Nutella. Mitella, ja. Ja, dat had ik dan een tijdje. Maar ik hoop wel altijd dat er niet zo'n moment komt dat je dan een belletje krijgt van school. Oh, je kind is gevallen. Of, oh. Nee, of hoe zou ik reageren als de arm uit de kom is? Wat moet je dan doen? Ja, bij dit soort zaken, ontwrichting noemen we dat, dan bellen we de huisarts. We gaan zelf nooit iets rechtzetten of er weer in klikken. Bel hen, soms kunnen ze je op afstand helpen. In dit geval zal de huisarts vragen of je daar naartoe komt. Dus we gaan bellen. Ik heb stellingen voor je. Ja. Eens even kijken. Jij mag kiezen. Komt-ie. Je kind omkopen met snoep of cadeautjes? Cadeautjes. Bij een ongelukje, blinde paniek of rusttijd zelf? Ja, daar zit ik toch een beetje ertussenin. Maar ik streef altijd naar rust. Gewoon, ja. Nou, zo klonk het eigenlijk ook wel. Ja? Ja. Oké. Okay. Gelijk troosten of even laten huilen? Gelijk troosten. Huiskleurige pleister of felgekleurde glitterpleister? Felgekleurde glitterpleister. Relaxed of overbezorgde ouder? Overbezorgde ouder. Ja? Ja. En ja. Waar uitzicht dan in, dat in? Hoe merk je dat?
Ja, toch wel overal mee bezig zijn. En ook wel toen ze net geboren was, toen was ik alleen maar bezig om te luisteren of ik nog hoorde ademen. Mm-hmm. Nog steeds. Nog steeds, ze is vier. Nou, oké, laat ik het goed zeggen. Als ik dan ga slapen, dan luister ik even bij de deur zo van hoorker. Hoor ik even diep zuchten of zo. En als ik dat niet hoor, dan doe ik even de deur open. Even luisteren of even voelen zo van... Even je hand gebeurt er nog vinger wat? Nat maken en dan voelen of er wind uitkomt. Ja, oh, dit is zo herkenbaar. Ik heb dat, als hij dan ineens heel lang slaapt, dat hij uitslaapt, dat ik denk, oh god, doet hij het nog? Ja, precies. Ja. Hoe kan dit? Ja. Je bent altijd 7 uur wakker, 6 uur. Ja. Gaat het goed? Ja. Toch? Dat, precies dat. Nou ja. Hey. High five. Okido. Bedankt dat je er was. Ja, yeah. Echt te gek. Ik ook. Ik mag jou namens het Rode Kruis een EBO-cursus voor kinderen aanbieden. Yes! Echt super tof. Ja. Ja, heel dus ik zou zeggen, doe hem met al je vriendinnen. Ja. Zijn die ook meteen helemaal bij? Ik heb wel een groep van 20. Nee, grapje. Gaan we regelen. Gaan we regelen. Dat is niet waar. Maar heel leuk. Ja. Ik neem de hele straat mee. Alleen maar goed. Hoe meer mensen een EBO-cursus doen, hoe beter. Ja. En maak er een leuke middag van. Zeker, ga ik doen. Helemaal tof. Dankjewel.